Ik ben Jarno Verheijen. Ik ben coördinator Organization and Development bij Club Next. Dus concreet houdt dat in dat ik verantwoordelijk ben voor de dagdagelijkse organisatie van alle jeugdteams van U8 tot U16. En met deze dag van samenwerking in de clubs of met de dag van de partners is het voor ons wel belangrijk om de workshop die binnen ons Coach the Coach programma past, om dat eigenlijk echt op grassroots niveau eens neer te zetten. Omdat heel vaak worden de workshops gegeven vanuit onze kant, vanuit Club Next richting partnerclubs. Bijvoorbeeld in het begin van het seizoen hebben we eentje gehad rond wedstrijdvormen. Die wordt dan gegeven door onze coach U12, die heel praktijkgericht is, waar de partnerclubs direct mee aan de slag kunnen. Maar sommige thema's liggen gewoon ook te ver uit elkaar. Door de werking bij ons als top elite club en dan ons partnerclubs die allemaal een top IP opleiding hebben of lager. Ja goed, dat is wel de bedoeling om dan die connectie te maken met hen van goed, hoe kunnen jullie het op jullie niveau doen. Dus daarom was het wel interessant om nu eens de sterktes van elke partnerclub los van elkaar te laten presenteren. Dus we hebben hier vandaag een praktijksessie gehad rond loopscholing, maar tegelijkertijd ook wel rond videoanalyse, rond het communitywerking op IP-niveau. Dus heel veel verschillende topics die aan bod komen, maar vooral die gericht zijn op het niveau, grassroots, IP-niveau. Dus dat is wel het belangrijkste. Oké, goedemiddag. Ik ben Jo Demare. Ik ben sportief verantwoordelijk U8 tot en met U12. Ook verantwoordelijk voor recrutering U11, U12 binnen Club Brugge. Dus als verantwoordelijke kom ik natuurlijk vaak in de ploegen waarmee dat we samenwerken met de cities. Onlangs zijn we met al onze coaches van onderbouw training gaan geven op City Pirates. Dat was een superleuke ervaring, zowel voor onze coaches, maar ook voor de kinderen daar. Dat zijn ook wel win-wins dan uiteindelijk voor de partnerclubs waarmee dat we samenwerken. Dus echt wel een meerwaarde voor ons, maar natuurlijk ook voor hen. Dat is eigenlijk de bedoeling ook van die samenwerking. De locaties waar dat we training geven aan onze eigen spelers, dat is eigenlijk ook altijd in samenwerking met onze partnerclubs. Waardoor dat we jongens vanuit het Brusselse dicht bij huis of dichter bij huis kunnen laten trainen. Jongens uit Antwerpen kunnen dan dichter bij huis trainen. Waardoor dat ze minder die verplaatsingen moeten maken naar club toe. Dus voor ons is dat eigenlijk wel super interessant, ook al die samenwerkingen.